Is dit kunst? Nee, dit is echt lelijk. Nou, ik vind het wel kunst eigenlijk, want dit is wel iets wat me aan het denken zet. Ik klap dit bord om. Dan hebben we drie stellingen. Zien eigenlijk. Die hebben iets te maken met waar we het over gaan hebben met elkaar. Kunst is voor de rijken. Als iets in een museum hangt, is het kunst. Kunst geeft zin aan het leven. Dus waar gaan we het over hebben? Kunst. Dat kunst. Is duidelijk. Nou, wie denkt, jeetje Mina, zit ik daar op deze schitterende dag voor in de klas? Voor kunst. Nou, weet je wel. Het is een heel moeilijk onderwerp. Waarom? Ja. Omdat het niet echt te definiëren valt. Ik ben het ook niet eens met... Dat ga ik niet doen. Dat gaat me niet lukken. Nee. Er zit zoveel aan kunst. En het is niet echt één onderwerp. Het is meer een uitgespreide vlek. Er zijn dingen die net wel, net niet kunst zijn, die de andere persoon weer heel erg kunst vindt. En dat vind ik gewoon moeilijk. Op vakanties gaan we wel eens naar een museum, maar ik loop er wel snel doorheen. Maar ik vind bijvoorbeeld een vliegtuigmuseum of een automuseum of zo. Zowel, kunst vind ik niks, maar dat soort museums vind ik nog wel te doen. Weet je, dat moet dan om de volgende dag op de vakantie iets leuks voor mij te doen. Dus daar heb ik er dan wel voor over. Wat denk jij aan Isabel als je aan kunst denkt? Ja, het is heel breed. Ik denk aan muziek, vind ik een kunst. Ik denk aan schilderijen en handarbeid. Het liefst maak ik muziek in mijn vrije tijd. Ja, daar ben ik wel vaak mee bezig. Vind ik echt leuk. Instrumenten bespelen, zingen, ook gewoon muziek luisteren, dansen. Eigenlijk alles wat met muziek te maken heeft, dat vind ik echt geweldig om te doen. Zineba, waar denk jij aan als je aan kunst denkt? Rijksmuseum. Ja? Amsterdam, of echt gewoon van die Nederlandse schilders en zo. Even kijken wat we met elkaar vinden. Ik weet het antwoord ook nooit, hè? Dus ik ben net zoals jullie, ik ben het eigenlijk meest met je eens. Het is heel moeilijk te definiëren wat het nou precies is. Maar we hebben wel een vermoeden waar we het moeten zoeken. Ik laat kunstwerken zien. Als ik het daar prik, en dan mogen jullie dus zeggen, dan is het echt kunst. Als ik het hier prik, dan weten we niet eigenlijk of het echt kunst is. Dan twijfelen we een beetje. En als we het weggooien, dan vinden we het geen kunst. Oké? Okay? Van Gogh. Ja. Dat is kunst. Kunst. Ja. Omdat het in een museum hangt ook, denk ik. Of niet? Ja, dat is niet de enige reden dat het kunst is. Nee? Oké. Okay. Wie zei dat? Want? Nou, heel veel dingen die hangen niet in een museum. En het is gewoon kunst. Ja. En vaak denken mensen, oh, het hangt in een museum, schilderijen. Maar er is zoveel meer dan. Maar ja, is kunst niet meer wat je vindt, eigenlijk? Want voor mij is het in elk geval iets heel persoonlijks. Als ik iets zie in een museum, dan kan ik zeggen van, goh, dit vind ik kunst. Of ik vind het juist helemaal geen kunst. Nee. En toch hebben we met elkaar afgesproken, dat vind ik ook ingewikkeld, dat als het in een museum staat, neem bijvoorbeeld het Stedelijk Museum in Amsterdam of het Metropolitan Museum in New York. Hè, er was een dag dat daar Andy Warhol, zegt dat jullie iets? Ja. Kunstenaar uit de jaren 60. Die zette daar dozen Brillo neer. Gewoon uit de supermarkt neergezet. Zeepsop eigenlijk. En werd daar wereldberoemd mee, omdat men ineens zei, ja, dat is natuurlijk ook misschien wel kunst. Misschien hoef je het niet eens te maken, misschien is het er al. En is die stoel ook kunst? Maar uiteindelijk, daar moest iedereen goed over nadenken. Misschien is het ook wel het idee erachter dat het kunst maakt. Het idee dat Andy Warhol achter die doos heeft gehad, dat maakt het wat kunst is. Conceptuele kunst, heet dat met een ingewikkeld woord. We gaan even door met waar we mee bezig zijn. Van Gogh is kunst. Dit heb ik zelf gezien. Dit was in Parijs. Ik denk in de jaren 80. Deze kunstenaar heet Christo. En die heeft de brug, de Pont Neuf, over de Seine ingepakt. Heel mooi ingepakt met allemaal lakens. Kunst of geen kunst? Kunst. Kunst. Ja. Is dat kunst? Ja. Oké. Okay. Duidelijk. Ja, dat is echt wel kunst. Dat is iets speciaals. Is dit kunst? Nee, dit is echt lelijk. Is dit echt lelijk? Dit is echt verpesten van een mooi parkje. Kunstenaars die bedenken de gekste dingen, maar voor mij symboliseert het poep, omdat er poep staat. En ik ga dan niet heel diep nadenken over wat het anders kan zijn. En dat is belastinggeld, hè? Oh, daar word ik zo ziek van. Dan, weet je wel, dan betaal je geld en dan denk je, oh, dat gaat naar onderwijs of naar infrastructuur. En dan gaat het naar de VPRO die daar een kunstwerk voor koopt van poep. Nou, ik vind het wel kunst eigenlijk, want dit is wel iets wat me aan het denken zet. Bijvoorbeeld, er zou een boodschap achter kunnen zitten. Dat het... Ja, er is een grote boodschap. Ik zeg het dan. Waarom moest je dat nou zeggen? Welke boodschap? Zo bedoel ik het niet. Maar... Honden mogen niet poepen in het park. Bijvoorbeeld. Ja. Dus
Ja, het zet je aan het denken. Het zet je aan het denken. Ja, ja. Dus ik vind het wel kunst. Oké, okay, dus kunst dit moet is zelfs aan het denken zetten. Toevoeging. Ik hang Wim Schippers met jullie goed vinden naast Van Gogh. Ja. Ja. Yeah. Jawel. Jawel. Nee, niet echt. We twijfelen. Ik vind het twijfelen. We twijfelen. Zij is een Nederlandse fotograaf, Rieneke Dijkstra. En werd heel bekend met Meisjes aan de Kust in een badpak. Daar heeft ze er meerdere van gemaakt. Het was een serie. En dit hangt over de hele wereld in de grootste musea. Dit trekt me ook meteen. Ik voel ja, me meisje echt in een badpak. Ja, nee, maar ik weet niet. Het is heel mysterieus. Want ik vraag meteen af, waarom staat ze daar? Waarom staat ze zo? En ze heeft het zelf, ziet ze heel fel. Maar daarachter is dan weer heel mysterieus donker. Mm-hmm. Ik vind dit heel... Het, ja, ik weet niet. Dit is dus wat kunst doet. Het zet je aan het denken. Wat wil die vrouw met ons? Wat wil ze met zichzelf?